Allez. Juste ça. Goedemorgen, ik ben net wakker en ik moest jullie wat vertellen, want ik had natuurlijk een parkiet en ik had een agapornis, een dwergpapegaai. Maar die parkiet en die agapornis gingen echt niet goed samen. Maar omdat ik gisteren niet heb gevlogd, heb ik het ook niet laten zien. Maar ik heb de parkiet dus weggebracht naar een bedrijf die daar heel goed voor is. Ik heb wel een fotootje, want hij heeft nu een nieuwe vriend. Even kijken. Kijk, ja, dit is die mevrouw, het is heel geestig. Maar op de rug van haar zie je... Even kijken hoor. Even scherp worden. Ja, op haar rug zie je mijn parkiet en zijn nieuwe vriend. Dus daar is hij nu bij. Ja, dan denken jullie waarschijnlijk van ja, maar dat is zielig. Nu heb je dus een papegaai die helemaal in zijn eentje is. Nou nee, want kijk eens aan. Dit is zijn nieuwe vriend. En hij is een beetje bang. Oh god. Hij is echt een beetje bang, maar hij is super lief. Hij is nog, deze is heel jong. Kijk. Hij is iets van, hij gaat ook echt in je nek zitten. Maar hij is 7 weken oud, hij heet Frankie, ga maar. En Blue, Frankie en Blue dus. En het zijn jongen en een meisje, dus ik hoop alsjeblieft niet dat ik baby's krijg. Hoewel ik het wel grappig zou vinden, maar het is niet dat ik een vogelkwekerij wil opstarten ofzo. Ik heb net lekker gedoucht en ik had jullie toch verteld dat ik binnenkort iemand ging helpen met een YouTube kanaal opstarten. Dat ga ik vanmiddag doen. Ik ga met het meisje filmen, ik ga nog geen namen noemen of zeggen hoe of wat. Want daar weet ik nog te weinig voor, maar dat is super leuk, daar heb ik super veel zin in. En vanavond ga ik eten met mijn broertjes en mijn stiefvader, dus dat is super leuk. Maar goed, laat me eerst even een eitje bakken en dan stofzuigen en dan filmen. Eitje! 2 eitjes! Oké, ik heb zo'n kiwi gegeten en ik hoop dat we het lekker vinden. Ik ben heel benieuwd. Nou, kijk eens, hij zit op mijn hoofd. Vechten net even. Ga dan eens af. Ga dan. Ik wil niet. Blue, wil jij er ook bij? Zo, kom jij er. Blue genoemd. Zo, Blue er ook bij. Zo, Blue ook. Hoe leuk is dit? Hoe leuk. Ze moeten niet gaan vechten. Nu kan ik mijn pet zo afdoen. En dan zet ik ze zo. Ja, de poep is lekker jaar. Op tafel. Tijdens het douchen, ik heb de box even aangezet. Hij wordt gek. Hij is aan het meezingen. Dat is heel fout. Echt heel fout. Jij bent toch best zakelijk ingesteld? Ik heb je even nodig voor iets. En het is weer middag en ik ben klaar met het filmen, dat is super leuk. Tijdens het hele huis weer opruimen, dat is nog leuker. En Bol is het arriveerd. En ik ga zo meteen eten met mijn broertjes. En mijn stiefvader zoals ik al zei. Dus ik ga hem even klaarmaken. En dan die kant op. Jongens, ik heb me omgekleed. Ik heb een shirtje aan van Alexander Wang in combinatie met H&M. Mijn broek is van de H&M ook. En mijn schoenen zijn van Saint Laurent. Dat zijn die ik gekleurd had. Die hebben jullie gezien, geloof ik, in een paar vlogs terug. Tijn en Boris zijn namelijk nu even de gordijn aan het ophangen, die waren gevallen. Tijn was dronken, die is zo in het gordijn gesprongen. Zo'n bol! Hangt hij bij jou? Hij hangt... Niet recht, ouwe. Nou ja, bij jou ook niet. Nee, maar gozer, je snapt het niet, ouwe. Je moet eerst een gat boren met het juiste boordje, dan moet je een blijf je nou, die dingen zitten erin. Gozer, dit is een gipsplaat, ik weet hoe het gaat. Gordijnen wegen, fuck, ouwe. Nou en, maar kijk even hier, let op. Hier, ja, je meent het. Maar ja, als je dat nu niet had gedaan, hadden die gordijnen daar prima kunnen hangen. Nee, ouwe, echt niet. Jawel, want deze dingen, die zaten ook in die gipsplaat. En toen viel hij eraf. Nee, hij was afgebroken. De ding bleef zitten. Dus ook al is het een gipsplaat, die dingen zijn sterk genoeg voor mij om de gordijnen eraf te trekken zonder de schroefjes uit te trekken. Oké, deze jongens gaan nog even ruzie maken. Ik ga mijn fiets pakken en naar Van het Spit gaan we eten. Superleuk. Jongens zijn gek. Thank you.
Shane is boos dat de parkiet weg is. Hi, Rup. Hey. Justa. Waar heb je de schappertjes in zien? Ja, in de dierenwinkel. Leuk, hè? Ja, dankjewel. Ja. Smakelijk, boys. Zo jongens, ik ben lekker thuis en het eten was echt super lekker bij Van Spit. Ja, ik hou echt zo van kip, het is echt top. Ik heb net Ben & Jerry's gegeten en een filmpje gekeken en geëdit wat ik vanmiddag heb gefilmd. Ik wil jullie natuurlijk heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk geen duimpje achter te laten. Morgen ga ik sowieso uit, donderdag, en de Stijn gaat weg. Naar Nova, denk ik. Ik denk dat Tijn ook wel meegaat. Natuurlijk ga ik mee. Ah, ja. Nou, top. Heel erg bedankt voor het kijken. Derde keer volgens mij dat ik het zeg. Vergeet geen duimpje achter te laten. Abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie morgen bij een gloed nieuwe video weer. Doei doei!